Goedendag en welkom in het COVID-19 journaal voor vandaag maandag 17 mei. Vandaag in het journaal. Directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis spreekt zijn bezorgdheid uit. Ziekenhuizen op de grens code zwart. Dr. Vreeden geeft uitleg over het verschil tussen AstraZeneca-vaccin en Pfizer. Opnieuw meer dan 4000 coronadoden in India. De COVID-19-teller laat alarmerende cijfers zien. Volgens de laatste statistieken zijn er voor deze maand reeds 24 doden te betreuren. En wij zitten ampertjes op de helft van de maand mee. Academisch ziekenhuis Paramaribo-directeur zegt dat wij op de drempel staan van code zwart in ons land. Een bezorgde directeur Claudia Redan van het ACP slaat alarm en haar medisch directeur Lindy Liaokifa zet daar kracht aan bij. Wij zijn op de grens van code zwart. De aanmeldingen en opnames van COVID-19 geïnfecteerden neemt sedert afgelopen vrijdag enorm toe. Wij proberen een balans te vinden tussen de opnames van COVID-patiënten en patiënten voor reguliere zorg, zegt de medisch directeur. Het is passen en meten in deze moeilijke situatie waarin het ACP thans verkeert. Bij code zwart in principe geven we aan dat we eigenlijk overweldigd zijn en dat we besluiten zullen moeten nemen die we niet willen nemen. Dat er besluiten genomen moeten worden over wie wel en wie niet. Dat is code zwart. Code zwart betekent we kunnen het niet meer aan. Kijk, personeel zijn we nu nog steeds bezig om te kijken met passen en meten. Hoe we daar invulling aan kunnen geven. We zijn op allerlei manieren bezig om creatief te zijn, om te kijken hoe mensen kunnen ondersteunen. We proberen voor in ieder geval de zorgmedewerkers te kijken welke taken kunnen we naar anderen toe afstoten. Dus wat zorgpersoneel betreft proberen we op de een of andere manier daar inderdaad invulling aan te geven. Hetzelfde geldt ook voor capaciteit. Maar er zijn grenzen. Alles heeft een grens. Onze middelen hebben grenzen. Personeel heeft grenzen. Dus dat zal uiteindelijk bepalen waar we er zijn. Maar zoals mevrouw Redan ook al zei vanmorgen, we zitten wel op de grens. Nou, ik denk dat de situatie op dit moment heel erg zorgwekkend is. We zitten steeds weer aan te hikken tegen geen plek, geen plek, geen plek. Zoeken naar plek, daar is vol, hier is vol, het ziekenhuis is vol. Het is zeker vanaf de vorige week is het continu rondbellen, zoeken naar plek. Waar is er nog een plekje vrij? We hebben vooral hier in het academisch ziekenhuis vanwege die checkpoint en de SIH zitten we er dus wel mee dat we inderdaad patiënten niet snel genoeg kwijt kunnen. Vandaar dat we als academisch ziekenhuis dan ook afgelopen vrijdag met man en macht bijna hals over kop een afdeling hebben geopend. En met echt, ik moet zeggen, met de inzet van iedereen, het hele ziekenhuis, de verpleging voornamelijk, hebben we toch een hele afdeling vrij kunnen krijgen. En eigenlijk is die afdeling vandaag, maandag, vol. Het is zo goed als vol. Het zijn er heel veel bedden. We hebben nog enkele bedjes over, maar dat is voornamelijk ook voor onze IC, dat we onze IC, de patiënten die uit de IC komen, dat die weg kunnen, zodat er andere mensen op de IC komen. Want je moet een plaats hebben waar de patiënten vanuit de IC weg kunnen, want anders krijg je andere mensen weer op de IC opnemen. Dus op die paar bedjes na is die afdeling vol, ja. Kijk, uiteindelijk gaat de reguliere zorg gewoon door. Ik bedoel, de aanrijdingen vinden nog steeds plaats. Tijdens lockdown, buiten lockdown. Mensen krijgen nog steeds een hartinfarct, mensen krijgen nog steeds beroertes. We weten dat mensen vanwege het feit dat alles uitgesteld is, ook van ons uit, hè, dat is vanuit de reguliere zorg, dat we zaken hebben uitgesteld, zijn mensen langer weggebleven uit het systeem. En wanneer ze uiteindelijk binnenkomen, dan zijn ze vaak zieker. En dat hebben we niet alleen in het academisch ziekenhuis gemerkt, ook de andere ziekenhuizen zien dat wanneer de mensen komen voor de reguliere zorg, dat ze vaak ook ontregeld zijn, hun medicatie is niet goed ingesteld, allerlei dingen, waardoor ze opgenomen moeten worden. En dat maakt dat het ziekenhuis al vol ligt. Dus wij proberen die balans te houden tussen de reguliere zorg en COVID-zorg. En we hebben dus vorige week een soort assessment gedaan, of die week ervoor, van wat zouden we inderdaad kunnen afschalen. En met dat gegeven hebben we dus de vorige week inderdaad toch die afschaling gedaan. Omdat het noodzakelijk was, omdat wij vanuit checkpoint de patiënten niet meer kwijt konden, hebben wij toch gezegd, oké, dan gaan wij nu
inderdaad die afschaling doen, zo verantwoord mogelijk, om toch die reguliere zorg vooruit te kunnen laten gaan, maar ook die COVID-mensen, patiënten met COVID, die zorg nodig hebben, dat we die ook kunnen bieden. In het AZP zijn alle 20 plekken op de intensive care unit reeds bezet en in de andere ziekenhuizen is dit beeld niet anders. Ingenieur Manoj Hindori, directeur van het Sint-Vincentius ziekenhuis, is meer dan bezorgd. Inmiddels zijn ook alle bedden in het RKZ continu bezet. U hoort een overbezorgde directeur Hindori over deze situatie in zijn ziekenhuis. De situatie is erg zorgwekkend. We volgen allemaal de berichten en we weten van de ziekenhuizen hoeveel plekken er zijn, of eigenlijk moet ik juist zeggen dat er geen plekken meer zijn in de ziekenhuizen om COVID-patiënten op te vangen. Laat me maar als voorbeeld nemen het Sint-Vincentius ziekenhuis. Wij hebben 20 plekken op de COVID-afdeling en we hebben 3 plekken op de intensive care unit. Alle plekken en die 20 plekken op de COVID-afdeling en die 3 ICU-bedden zijn vol. En niet eventjes vol, ze zijn stelselmatig vol. Als er een patiënt ontslagen kan worden naar huis of naar een andere afdeling, dan wordt die plek gelijk weer ingevuld, want de patiënten staan te trappelen. Ze worden toegewezen vanuit andere instanties, BOG, AZ, die verwijzen, de checkpoints, die verwijzen de patiënten, die zoeken plek. Dus het moment dat er een plekje vrijkomt bij ons, is die plek alweer ingevuld. Dus we zitten echt knock vol tot de rand. En die situatie is alarmerend, want de patiënten blijven maar toestromen. We volgen de berichten, meer dan 100 patiënten iedere dag besmet. Je moet ze opvangen. En waar gaan we ze zetten? Ik vind het erg zorgwekkend. Ik ben natuurlijk niet echt deskundig op dit gebied, maar naar mijn mening, wat ik zo zie, moet de besmettelijkheid groter zijn. En de mensen blijven langdurig in de ziekenhuizen. Dat zien we wel. We zien ook jongere mensen ten opzichte van die tweede golf en die eerste golf. Wat meer jongere mensen die hier in een ziekenhuis belanden. Dus naar mijn gevoel, als het die nieuwe varianten zijn, de Manaus variant, die blijkbaar veel heerst in Suriname, dan merken we, dan kunnen we verklaren waarom er zoveel meer patiënten, die besmettingsgraad zo hoog blijkt te zijn, en de patiënten langer in de ziekenhuizen blijven. Het is echt een variant die we met alle macht zullen moeten bestrijden. Wel, ik ga u zeggen hoor, we hebben deze situatie gehad. We hebben het tot 2 keer toe gehad, vorige week en een paar dagen eergisteren ook weer. Dat je helemaal vol bent en daar komt er een patiënt. In dit geval ging het om zwangere vrouwen. In beide gevallen zwangere vrouwen, hoogzwanger, die komen aan. Hoe kan je als mens, als verloskundige, als verpleegkundige, als arts deze mensen de deur wijzen? Ze kunnen nergens anders terecht. In hun hoogzwangere situatie kunnen ze niet gaan shoppen en hopen dat er een instelling wel een bed vrij heeft om ze op te nemen. Dus we hebben getoverd. En we hebben ergens toch wel een bed gevonden en ze op de afdeling gezet. Het is niet ideaal, het is niet adequaat. Maar je moet wel helpen. Maar dit is niet de manier waarop we zorg willen verlenen. We willen het planmatig kunnen aanpakken. Dus nogmaals weer die oproep, we zijn vol. We kunnen niet meer mensen accommoderen. Dus laten we het aantal gevallen toch tot een minimum beperken. In ieder geval terugdringen. En meer mensen laten ontslaan uit ziekenhuizen dan een ziekenhuisbed nodig hebben. Dan gaat het langzaam afnemen. Het ligt nu aan het ministerie van Volksgezondheid om code zwart in Suriname af te kondigen. De opnames blijven maar toenemen en medisch directeur van het AZP, Liao Kifa, geeft aan dat er soms keuzes gemaakt moeten worden wie wel of niet voor een bed in aanmerking komt. Hoe zinvol is het om iemand voor behandeling op te nemen? Laten we zeggen, we zijn op de grens. Er zijn momenten geweest dat je inderdaad kijkt van hoe zinvol is het om iemand wel of niet te behandelen. Omdat we eigenlijk al vanuit de ervaring vanaf het begin weten welke mensen het wel of niet zullen halen. En als je weet van een persoon met deze achtergrond zal het niet halen, dan is natuurlijk de vraag, zet ik zo iemand op een intensive care bed? Terwijl je weet dat er straks ook anderen zullen zijn die datzelfde bed nodig zullen hebben. En mensen die komen te overlijden, dat kan soms heel lang duren. Of vanwege de zorg die we bieden, dat we de mensen soms heel lang op de IC houden. En die mensen komen uiteindelijk toch te overlijden. Dus het is soms, ja inderdaad, als je weet van Edi, ze gaat het waarschijnlijk toch niet halen, 99% kans dat hij het niet haalt.
dan maak je soms wel de keuze om dat niet te doen. Dat soort dingen worden wel besproken vooraf met de familie. En het is wel eens voorgekomen. Ik zal niet zeggen dat het nooit is gebeurd. Als u de cijfers van mevrouw Krishna dat heeft gezien, en ik denk dat u ze heeft gezien, dan verwachten we zeker meer gevallen. Zolang we ons niet kunnen houden aan, op de een of andere manier niet kunnen zorgen dat de verspreiding plaatsvindt, gaat dit blijven gebeuren. De maatregelen zoals die zijn, afstand houden, mondmasker op, handen wassen. En vooral het laatste wat we de mogelijkheid die we nu hebben om te vaccineren, denk ik dat we dat ten uiterste moeten gebruiken. Mensen, laat je zoveel als mogelijk vaccineren, omdat dat waarschijnlijk het, dat is wat ons gaat helpen. Vaccineren, 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 om te voorkomen dat die verspreiding zich kan voortzetten. De belangrijkste boodschap die we nu willen geven aan die samenleving is, luister mensen, we hebben werkelijk, we zitten echt aan de rand van die code zwart. We zitten eraan, we gaan vanavond weer kijken waar we nog meer capaciteit kunnen creëren, want er zijn nog wat mogelijkheden, niet veel, maar we zijn bezig te kijken wat we nog kunnen doen. Het is helaas niet veel meer wat we kunnen doen, we hebben bijna alles al uit de kast getrokken. Wat we nog kunnen doen is inderdaad, hou je aan de maatregelen, hou afstand, zet je mondmasker op en vooral het belangrijkste, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Om u een beeld te geven over wat code zwart inhoudt. Onvoldoende capaciteit, onvoldoende zorgpersoneel, onvoldoende intensive care plekken en apparatuur, reguliere zorg in gevaar. Er moeten keuzes gemaakt worden wie wel en wie niet behandeld zal worden. Stevenen wij af op een regelrechte ramp in ons land, laten wij met z'n allen bidden en hopen dat het niet zo ver komt. Wij willen allemaal weer terug naar het oude normaal. Maar er is nog een lange weg te gaan. Directeur ingenieur Manoj Hindori doet een dringende oproep aan alle Nederlanders, alle Surinamers, alle Sranamang, om zich te gaan vaccineren. Doet u dat met de meeste spoed. Uno draai draai, a vaccin oyepi unu ala, fuk moto uit a takro situatie dis, u arki masra Hindori. We schetsen tori voor die ziekenhuizen, van wat bevallig moeilijk. Die personeelsleden werken zich te pletter om zieke COVID-patiënten te verzorgen. Maar hoe nou was die COVID-patiënt, ja zo, hoe was die gezond smaak die naar huis kunnen gaan. Dus alsjeblieft, mensen uit de samenleving, horen schrijf naar de regel. De regel nou mek voor zo, voor verveer unu, voor horen unu naar Atibrong. Nee, de regel mek voor bescherm unu. En we horen schrijf naar de regel, we horen afstand, we horen mondkapje op. Met big unu, unu go in, sama sama. Tak gezellig tori, sweet tori. Wat trade yo yere tak waf de ma besiki en amako klari. En dat allemaal we sari dat we kree. Ayer familie van ma ik kree, dem ching, vrouw, man, allemaal ik kree dat we sari. Maar dat uno schrijf, uno moest go zoeken. Dus daar met biggie uno. We horen schrijf naar de maatregel. En un guego vaccineer, un longo vaccineer. En van vaccinde, un guego vaccineer. Want dat, we bescherm uno, lek samenleving. Lek massa bij elkaar, tak ook aan kies van Zwitserland aan elkaar. Dat Vrieden ook toe gewoon boe uitleg over sana een verschil tussen AstraZeneca-vaccin en een vaccin voor Pfizer. Datra leg als een boe uit die slesie. Een wachtig ding zat dus dit tussen een eerste en een tweede spuitie voeding toe vaccin. Na enige zin zijn er een verschil. Moet dat kunnen zijn aan het tongen, want volgens mij dat is dat verstaan worden. Dus Frans Guyana, een vaccin zou je kiezen, of zou je gebruik drapen, na, omdat de een deel van Frans konden. Toch? Dat maakt de Abi Pfizer. Net zo Corso, eigenlijk had dat een deel van Holland eten. En Holland bij Pfizer en Moderna, dat ik drapen de gebruik aan dat die toe. Maar wanneer zijn die zijn jutaki aan het true? Jutaki dat Moderna, no EEP, sorry, AstraZeneca, no EEP gide variant, dat die a no true. Het enige verschil voor de toevaccin die zie, dus Pfizer, in teki toespoiti, dan if je teka toespoiti, a eerste spoiti, dan a tweede spoiti, je kan teken bakka voor wiki. Dus dat moet snel.
Terwijl AstraZeneca, if je teken eerste spuitje, a tweede wang, je teken baka 8 weken of zelfs 12 weken. Dus je teken morgen langer voor je beschermd. Maar if je teken alle tijd te spuitje, a bescherming voor jou a city. En ook toe a bescherming die alle de varianten aan Abidjas. Dus noem ik het smart tegen je lauw losani, maar AstraZeneca vaccin a boom. Misrefi, mi teken en mino gofeti. Go suko van Pfizer vaccin, want mi sabitak AstraZeneca ay beskaram ibung en san imluku ala des masa esiki in sernang nafsma naf morfur nafsmasa no teka vaccin sref sref itrole de bekango teken en ook to if you go luku na franse bung furusma esiki drape tu maar desma ook to drape nafsmasa no teki a vaccin dus verschil no deer, verschil no deer. We staan op de grens van Code Zwart. Dat wil zeggen dat er overwogen zal worden wie wel en wie niet geholpen zal worden als de situatie zo blijft. Daarom is het aangeraden om je zo spoedig mogelijk te laten vaccineren. Wacht niet langer, want zoals je dagelijks kan zien, stijgen de cijfers enorm snel. Laat je vooral testen bij elke symptoom. Houd de Mohana-regels nog steeds in acht en stop met het feesten, want dat nog mag. We zijn er woensdag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Tot dan!